Antoinette. Ik studeer pedagogiek en pabo hier aan de VU. Ik ben 23. En ik heb hiervoor eerst een andere studie gedaan, religie en levensbeschouwing. En dat ging niet helemaal goed. En met die ervaring lijkt het me heel leuk om buddy te zijn. Want ik dacht, wat had ik nou nodig in mijn eerste jaar? Nou, iemand die wist waar ik mee bezig was, die begreep wat het is hier studeren. Iemand die als het goed ging tegen me zei van, hey, dat heb je goed gedaan. En als het niet goed ging, iemand die me kon helpen. En het lijkt me gewoon heel leuk om dat voor iemand anders te kunnen zijn, die was buddy. Dus daarom ben ik buddy geworden. Ik ben Osman, ik ben 22 jaar en ik studeer psychologie aan de Vrije Universiteit. De reden dat ik me beschikbaar heb gesteld om buddy te worden, is omdat ik geloof dat we groeien met en door elkaar. Als ik terugkijk naar mijn eigen leven, dan zie ik dat specifieke individuen mij verder hebben geholpen. En als ik dat voor een ander kan betekenen, dan heb ik zeker de wereld zeg maar, een stuk mooier achterlaten dan hoe ik het heb aangetroffen. En dat is mijn manier om verschil te maken. Hoe doe jij dat? Hallo allemaal, ik ben Liban, ik studeer bedrijfskunde. Ik doe mee aan het Buddy project als mentor. De reden daarvoor is omdat ik eigenlijk in het begin wat problemen had met, met de overgang van de middelbare school naar de unie. Dat is voor mij als student al moeilijk en voor eerste generatie studenten blijkt het onderzoek dat het nog moeilijker is. En omdat ik hier al een paar jaar rondloop, denk ik wel dat ik wat ervaringen met andere mensen kan delen, waarmee ik kan helpen. Nou, mijn naam is Veerdaas Boetkoert. Ik studeer biomedische wetenschappen aan de VU. Ik ben 19 jaar oud. Ik ben buddy omdat ik vorig jaar een buddy heb gehad. En dat vond ik zelf heel fijn. Je kan met al je vragen terecht bij een buddy en daarom zijn wij hier.